Het kasteel van Westerlo is niet altijd in handen geweest van de familie de Merode. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit de 10e eeuw. Pas in 1620 verkreeg de familie de Merode de eigendomsrechten. Omdat het gaat om privébezit, zijn het kasteel en de tuinen normaal niet open voor het publiek. Maar dit weekend kunnen de bezoekers wel een kijkje komen nemen bij de Merodes. En duizenden geïnteresseerden grijpen die kans. We hebben dat altijd gedaan. Mijn grootvader, mijn vader, mijn broeder, ikzelf, mijn zoon. En we doen dat enkele jaren nu en er is meer en meer volk. En ik denk zo'n kasteel moet open zijn. Dat kan niet alleen voor een familie blijven. Er zijn zoveel souvenirs voor België hier in deze kasteel. Dat allemaal moet wel 1 of 2 weekend per jaar in deze kasteel mogen komen. Muziek, een markt met ambachten en geleide wandelingen trekken allemaal veel volk. Maar voor het echte werk moeten we bij de kasteelvijver zijn. Een zoon van de prins heeft enkele boten laten overbrengen voor een heuse portie nautische steekspelen. Een beetje zoals in de middeleeuwen, toen twee ridders te paard elkaar uit het zadel moesten duwen. Met een boot kan het ook. Dat komt uit Frankrijk. De grootste stad van de nautische steekspelen is Sète in Frankrijk. En dus het is wel bekend in Zuid-Frankrijk en ik probeer om dat een beetje hier te brengen. Echte profs hebben we in de Kempen niet, maar met wat oefening kan iedereen het steken onder de knie krijgen. Een nat pak hoort er wel bij, zeker als je team de boot ingaat. Dit is ras echte Kempense topsport. Je ziet, het volledige kip is volledig aan het drinken, we gaan er volledig voor. Van de vijf hebben er al 3 ingelegen, de andere 2 komen aan boord. Dus lang leven de kasteelfeesten! Hey! En zoals het hoort wagen ook de 3 zonen van prins Lionel de Merode hun kans. Sportieve jongens zijn het en het lijkt er zowaar op dat prins Simon met de hoed het droog kan houden. Het was bijzonder spannend. Ja, het is bijzonder koud. Hè? Nee, het is fantastisch, maar de mensen van de feestcomité, nu we moeten een goede pintje drinken. Ik dacht even dat u ging winnen. Ja, ik denk, ik weet niet. Ik denk ik was de laatste in de vijver. Dus dat is goed.